Theaters zien het niet zitten met de nieuwe regels. Want om voorstellingen te kunnen programmeren, moeten ze echt meer publiek kunnen ontvangen. Goedenavond. Wel of geen mondkapje in de supermarkt? Meer en meer mensen zijn daartoe bereid, als er maar duidelijkheid komt. Als je een mondkapje op hebt, je bent je ook veel meer bewust van dat het virus om je heen is. Dus ik ben heel erg voor om het landelijk verplicht te gaan stellen. En jaren wachten op een gesprek met de IND. Een aantal asielzoekers in Wageningen kan er echt niet meer tegen. I don't have any hope for living anymore. Theaters willen meer dan de toegestane 30 mensen toelaten bij voorstellingen. Dit verzoek hebben ze neergelegd bij Hubert Bruls, de voorzitter van de veiligheidsregio's. In verband met de programmering van de theaters moet er op korte termijn uitsluitsel komen. En tot die tijd moet de sector het doen met ontheffingsaanvragen bij de gemeente. De directeur van Theater Orpheus vroeg de burgemeester van Apeldoorn toestemming voor de voorstelling van Sven Radske in haar theater. Ik heb echt de hele dag de telefoon in de gaten gehouden om te kijken of het inderdaad doorging. De voorstelling van Sven Radske kon doorgaan. Er zaten zelfs ruim 200 mensen in de zaal. Ja, dat is meer dan die 30 die zijn aangekondigd. Dus we hebben voor vandaag officieel ontheffing gekregen van de voorzitter van de veiligheidsregio, de burgemeester van Apeldoorn. En daar zijn we enorm dankbaar voor. Maar we snappen natuurlijk ook het grotere belang en de ingewikkeldheid van de afwegingen. Gelukkig mag het. Het is natuurlijk bizar allemaal. Van uur tot uur vragen we ons een beetje af wat kan nog. Maar vanavond mag het. En ik hoop natuurlijk niet dat het de laatste is. Later deze week moeten we meer horen. En ik hoop oprecht dat wij gewoon door kunnen gaan. Want we hebben een hoop artiesten staan de komende tijd, die willen dolgraag optreden. Het is echt veilig en je merkt ook dat mensen echt kunnen genieten zonder dat ze de hele tijd om zich heen moeten kijken van oh, is het wel veilig? Het is de eerste keer voor mij, dus ik dacht ik wil het wel eens meemaken hoe het gaat. Het is wel even anders. Ik ben blij dat het kan, maar het is niet erg gezellig. Ik bij de Generations, dus de jazzvoorstellingen, dat leek net een beetje een een feest wat niet op gang wou komen, zeg maar. We never lost control of your face. Ja, sinds de aangescherpte coronamaatregelen zetten ook supermarkten weer de puntjes op de i. De maatregelen en adviezen vanuit Den Haag scheppen echter steeds meer onduidelijkheid. Zo zijn er verschillen tussen de regio's, bijvoorbeeld in het advies voor het dragen van een mondkapje in de supers. Een supermarkt in Elst vindt dan ook dat het mondkapje in de winkel landelijk verplicht moet worden. Het gebruik van hulpmiddelen zoals karretjes en handreinigers is landelijk verplicht in de super. Wij hebben ervoor gekozen voor de karren en de trolleys en de mandjes te verwijderen uit de winkel. Ook om het aantal klanten te reguleren. Wat ook een landelijke regel is, is maximaal 1 klant per 10 vierkante meter. Maar deze supermarkt in Elst doet zelf nog iets extra's. Ze is een van de eerste in Nederland met deze automatische desinfectieapparaten voor de boodschappenkarren en voor de handen. Ook is er een speciale zone voor scholieren. En dat betekent dat er maximaal 10 scholieren per keer naar binnen mogen. Ook om hier de veiligheid te blijven garanderen. Dat was zeker nodig. Het was hier af en toe wel heel erg gezellig binnen. Laat ik het daar even op houden. Mondkapjes zijn in supermarkten vanuit de overheid niet verplicht, zoals in het openbaar vervoer. De mening hierover is onder de klanten verdeeld. Voor mij mag het best wel wat strenger dat zoals in België en Duitsland de mondkapjesplicht komt. Ik denk dat dat hier ook ingevoerd moet worden. Het hoeft niet verplicht te worden, maar ik ga heel erg naar de eigen verantwoordelijkheid. Dus wat dat betreft zou het mondkapje denk ik wel verschil maken en zou ik me inderdaad wel veiliger voelen. De supermarkt wil het liefst een landelijke verplichting. Structuur en duidelijkheid gedijt iedereen wel bij. En ik ben opgevoed van baat niet, schaadt het niet. Als je een mondkapje op hebt, je bent je ook veel meer bewust van dat het virus om je heen is. Dus ik ben heel erg voor om het landelijk verplicht te gaan stellen. Ja, en zojuist heeft premier Rutte gezegd dat er per direct een dringend advies geldt voor het dragen van mondkapjes in openbare ruimtes, zoals dus bijvoorbeeld winkels. Veel politieke partijen vroegen eerder vandaag om een landelijke richtlijn. Het kabinet moet de precieze regeling nog wel uitwerken.
De achterstanden bij de IND zorgen voor wanhoop onder asielzoekers. De immigratiedienst moet nog 11.000 achterstallige asielaanvragen behandelen. Maar dat duurt lang. Sommige mensen verblijven daardoor al jaren in Nederland en hebben nog niet eens één gesprek met de IND gehad. Zo ook een groep Iraniërs in een AZC in Wageningen. Ze zijn al 2 jaar in Nederland, maar hun asielaanvraag moet nog starten. En nu komen ze in opstand, want het ontbreken van perspectief is letterlijk dodelijk, zeggen ze. She was a nice lady and quiet lady, so good behavior with everyone. And suddenly one day I wake up and I heard the news that she suicide. She waited so long for interview. She wants a life here like everyone, a normal life. Who will be the next one? Is that will be me or my friend? Iraanse asielzoekers in Wageningen zijn radeloos. Ze wachten op een gesprek met de IND. Normaal heb je die binnen een paar weken. Maar deze mensen wachten al 2 jaar. You don't have a lot of money. You don't have your family. You don't have anything. And I feel powerless. I don't have any hope for living anymore. Waar zij al jaren wachten, worden nieuwe asielzoekers wel direct geholpen om de achterstand in asielaanvragen niet nog groter te laten worden. Oneerlijk vinden de asielzoekers hier. Nobody hears us in the Netherlands, and then it's not fair. It's not fair in other countries between Iran and Syria and Turkish. De IND wilde niet voor camera reageren, maar laat schriftelijk het volgende weten. We begrijpen dat dit frustrerend kan zijn voor mensen die al lang wachten. Tegelijk is deze aanpak volgens de IND de manier om te zorgen dat iedereen zo snel mogelijk kan worden geholpen. De IND geeft zichzelf nog 3 maanden om alle 11.000 achterstallige asielaanvragen te beoordelen. Maar daar hebben deze asielzoekers in Wageningen geen vertrouwen meer in. Ja, het COA zegt overigens dat het zelfmoordincident bij het AZC niks te maken had met de lange wachttijden. En de problemen houden niet op bij de AZC's. Ook vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning van 5 jaar hebben problemen. Zoals Anwar Manlassadoon uit Arnhem. Door de achterstanden bij de IND weet hij niet of zijn vergunning verlengd wordt of niet. Hij heeft alleen een brief van de IND gekregen waarin staat dat hij in Nederland mag blijven totdat er een beslissing is genomen. Ook als uw verblijfsvergunning niet meer geldig, dus in dit geval onze situatie, is en er nog niet is beslist op uw aanvraag, bent u nog steeds legaal in Nederland. In de brief van de IND staat dat de verlenging of afwijzing is uitgesteld tot uiterlijk februari. Zijn oude vergunning is 1,5 week geleden afgelopen. Ook al is Anwar nu niet illegaal in Nederland, het uitstel betekent dat hij geen geldig legitimatiebewijs meer heeft. Je mag niet jezelf identificeren met papier. Je moet altijd of rijbewijs of paspoort of een verblijfsvergunning. Maar die zijn allemaal ongeldig. Er zijn nog veel meer vluchtelingen die in dezelfde positie zitten als Anwar. Vluchtelingenwerk Nederland herkent de problemen en die van bewoners van AZC's zoals die in Wageningen. De chaos is redelijk compleet. Ja, het is chaos compleet van je weet niet hoe het met achterstand met het verlengen van vergunningen. Er is achterstand in de asielprocedure. Daar is geen duidelijke lijn wie als het eerste komt. Ondertussen staat het leven van Anwar op zijn kop. Hij weet niet of hij mag blijven werken en kreeg te horen dat zijn studiefinanciering in oktober zou stoppen. Hij stuurde de brief van de IND naar de dienstuitvoering onderwijs en kreeg het volgende antwoord. We kunnen wel volgens dit brief maximaal tot december jouw studiefinanciering laten lopen. Na dat moet je echt verblijfsvergunning hebben. En de papier zegt februari. Het lijkt er dus op dat Anwar na december geen studiefinanciering meer krijgt. Hangbuikzwijn Herman is de beste in modderen en vroeten. En Yvonne Jachtenberg is de beste in schrijven en tekenen. En daarom heeft ze de Gouden Penseel gewonnen. Ja, fantastisch. Het is zo geweldig. Opnieuw een brand bij een eetcafé in winkelcentrum Elderhof in Arnhem. Vannacht was het voor de 2e keer raak in 1,5 maand tijd. De brandweer was rond 4 uur ter plaatse en zag dat een groot gedeelte van de cafetaria in brand stond. Ze wisten het vuur snel te blussen. Op bewakingsbeelden is te zien dat de brand is aangestoken door 2 personen met jerrycans. Op straat was ook een meterslang brandspoor te zien. De politie doet onderzoek naar de zaak.
En voormalig profielrenner en fietsburgemeester Maarten Tjalingi wil de topdrukte op de postbank aanpakken. Wandelaars, fietsers, motoren en auto's die in Polonaise de postbank opgaan. Elk weekend is het te druk in het natuurgebied. In een nieuw plan moet duidelijk worden welk deel van de Veluwe een recreatief gebied wordt en waar de natuur voorrang krijgt. Het duurt nog even voordat er een concreet plan ligt, maar als het aan Tjalingi ligt, wordt er al snel geëxperimenteerd. Bijvoorbeeld met eenrichtingsverkeer. En ruim 2700 handtekeningen wisten samen met wat klasgenoten in te zamelen. De 9-jarige Jules uit Malden. Met de petitie hoopt ze te voorkomen dat de bibliotheek uit Malden wordt wegbezuinigd. Als deze verdwijnt, dan moeten de kinderen naar Nijmegen voor een boek. De wethouder heeft de handtekeningen in ontvangst genomen om ze voor te leggen aan de gemeenteraad. Dat de bibliotheek moet bezuinigen, dat is duidelijk. Maar de vraag is alleen in welke mate. En dat wordt op 5 november tijdens de raadsvergadering bekendgemaakt. Ja, medewerkers en vrijwilligers van Natuur- en Milieu-Educatie Liemers luiden de noodklok. Ze maken zich zorgen over het voortbestaan van de organisatie. Nu verschillende gemeenten de subsidie willen schrappen of verlagen. 2 ton per jaar heeft de NME nodig. Daar wordt het pand van betaald, de paar vaste krachten en alle materialen en projecten. Zoals bijvoorbeeld deze nieuwe les over plastic soep. Kom je er een beetje uit? Nou, dat is best lastig. De vrijwilligers leren hier om deze les, Escape Room Plastic Soep, om die te gaan geven op een basisschool. Het zijn je burgers van de toekomst en zij moeten voor hun eigen leefomgeving willen gaan zorgen. Als ze dat niet leren of ze gaan er geen gevoel bij krijgen, dan heb je andere burgers straks. Het is belangrijk nu al duidelijk te maken aan iedereen en vooral aan de politiek wat de NME doet voor duurzaamheid en de toekomst. Oktober is voor alle gemeentes de tijd om de meerjarenbegroting aan te pakken. Dit is ook het moment om de bel te gaan luiden en mensen te activeren. Want in Zevenaar gaat het om ons businessplan. Doesburg en Westervoort is het gewoon puur, krijgen we volgend jaar nog wel een bijdrage van die gemeente. De puzzel die je hebt gekraakt kun je gaan invullen. Er is geen enkel NME-centrum in Nederland die het doet zonder steun van de gemeente. Dus op wat voor manier dan ook, er zal ergens een structurele bijdrage moeten blijven. En met de plannen die we hebben, we willen echt wel een multifunctioneel bezoekerscentrum worden. Het is een stukje investering in je toekomst. Ja, ik heb hem. Het is 1 voor 12. Ja. Dat zwaard van Damocles dat hangt boven ons hoofd. Dus we doen er ook alles aan nu om de raad te overtuigen dat je het niet weg moet bezuinigen en dat je het de kans moet geven om juist de toekomst in te kijken. Een supermarkt in Wezep doet een noodoproep via Facebook. De afgelopen weken zijn daar in totaal zo'n 60 winkelwagentjes verdwenen. De supermarkt wil die winkelwagens nu snel terug, want er ontstaat een dringend tekort. Doordat elke klant een winkelwagen mee moet nemen naar binnen, weet de supermarkt normaal gesproken precies hoeveel klanten er binnen zijn. We hebben ongeveer 130 winkelwagentjes, want er mogen 130 klanten in de winkel. En als we al bijna de helft gaan missen. Winkelwagens kosten zo'n €200 per stuk. Dus zit de supermarkt er niet op te wachten 60 nieuwe karretjes te kopen. Met de oproep hopen ze dan ook dat mensen hun karretje netjes terugzetten voor de deur. We gaan gewoon uit van het gezonde verstand van de mensheid. Dat zij de karretjes terug gaan brengen. Zowel de medewerkers van de supermarkt als hun klanten hebben wel een vermoeden waar de karretjes nu zijn. Vermoeden zijn dat ze gewoon hier in de buurt rondzwerven. En dat mensen ze gewoon meenemen naar huis, omdat het makkelijk is, lekker dichtbij. Ik kan begrijpen als je hierachter woont dat je meeneemt. Maar ik snap niet dat je hem dan weer terugbrengt. Van andere mensen willen hem ook gebruiken. Tijdens een klein rondje door de wijk zijn al meerdere winkelwagens in voortuinen te zien. De bewoners willen niet voor de camera reageren, maar ze begrijpen de ophef niet zo. Zij vinden het vooral gemakkelijk om hun boodschappen met een winkelwagen naar het huis te brengen. Ik begrijp gemakzucht, dat ben ik zelfs nog ook wel eens. Maar ja, dit is niet de bedoeling. Hup Herman, dat is de titel van het prentenboek van de Arnhemse schrijfster en illustratrice Yvonne Jachtenberg. Een prijswinnend boek, want Jachtenberg heeft er de gouden penseel mee gewonnen. Met het verhaal over het hangbuikzwijn Herman spreekt de schrijfster volgens de jury natuurlijk vooral kinderen, maar ook volwassenen aan. Vorig jaar won Yvonne Jachtenberg de gouden penseel ook al. Ja, fantastisch. Het is zo geweldig. Ik heb vorig jaar ook gewonnen met het boek Mijn Wonderlijke Oom.
Maar dan denk je van nou, dat heb ik nu één keer meegemaakt in mijn leven en dat was helemaal geweldig. En dan verdien je het jaar erop gewoon weer een gouden penseel. Ja, dat is fantastisch. En vooral met dit boek, hè, Hup Herman. Hup Herman gaat over een hangbuikzwijn wat eigenlijk heel erg tevreden is. Op een dag laat hij zich toch verleiden door de kippen die elke dag kakelen wie de eerste en de beste is. Laat hij zich verleiden om mee te doen met de wedstrijd. Het boek gaat heel erg over van jezelf zijn en bij jezelf durven blijven. En, maar ook wel over wedstrijd en meedoen aan een wedstrijd. Wat vinden jullie van de plaatjes? Grappig. Nou, ja. Als je heel goed kijkt, zitten bij meestal met het plaatje met kippen zitten er nog geheimtjes in bestopt. Grapjes. Werk je alweer aan een nieuw boek? Ik ben bezig met een boek over de jeugd van mijn vader. En ik ben ook stiekem bezig met een deel 2 voor Herman. Ja, want Herman is toch wel iemand die ik... die heb ik echt in mijn hart gesloten. En ik weet gewoon zeker dat hij... Dat hij gewoon nog dingen moet meemaken. Ja, en dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. Zeer lokaal kan er nog een bui vallen. En de temperatuur daalt in de nacht naar 11 tot 13 graden. De veelal matige wind waait uit het zuidwesten en draait in de nacht geleidelijk naar het zuiden tot zuidoosten. Morgen dan gaat het in de loop van de ochtend vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt 16 of 17 graden. En in de avond wordt het geleidelijk droger. En dan kijken we nog even vooruit. De komende dagen dan blijft het wisselvallig weer, waarbij er nog veel onzekerheden zijn waar en hoeveel neerslag er gaat vallen. De temperatuur ligt rond 15 graden. En dit was het Gelders Nieuws. Op onze app en onze site een verhaal over ouderen in een seniorenflat in Arnhem. Die hebben dagen in huis gezeten omdat de lift kapot was. U leest het op gld.nl. Ik wens u nog een fijne avond.